Hallo daar, dames en heren, en welkom bij vlog nummer 2. Doen we dat zo? Nee, nog niet zo. Hè. Vlog nummer 2. Dank jullie wel voor op de video te klikken. Wat gaan we doen? Het is terug 9:45, dus wat gaan we terug gaan doen? We gaan terug eerst even gaan trainen. Wat gaan we trainen? Wat staat er op het programma vandaag? Vandaag trainen we rug en biceps. Ik neem jullie met me mee naar mijn training. Jullie mogen kijken, jullie mogen aanschouwen hoe ik train. Ik zal er ook bij schrijven wat precies ik train, maar dat is het eigenlijk. Zoals ik in de vorige video reeds heb gezegd, het is een heel drukke periode voor mezelf. Ik ben een jonge student, ik heb stage nu. Wat betekent dat ik dus maar één video om de twee weken of om de week en half zal uploaden. Maar ik beleef ook niet echt heel veel aangezien het stage is. Het enige wat ik doe is eten, werken en fitnessen en slapen. Nou, vooral eten. Het volgende clipje dat jullie gaan zien is ik die aan het opwarmen ben voor rekpulls. Op een heel sensueel liedje. Niet zo sensueel, maar toch een mooi fitnessliedje. Oké, tot zo dadelijk. Hallo daar, vanaf nu heb ik nu ook voice-overs. Wat is dat eigenlijk? Ik praat over de video, geef wat meer uitleg en tips, een kort intermezzo, terwijl de video speelt. Hier ben ik begonnen met rekpulls. Wat bedoel ik met One Rep Max? Hier ben ik aan het opbouwen naar mijn laatste set, waar ik eigenlijk één herhaling ga doen aan mijn hoogste gewicht. In dit geval zal dat 200 kilo zijn, denk ik. Nu, wat is hier belangrijk? Heel belangrijk dat je eigenlijk een gestrekte rug houdt, anders kan je daar heel zware blessures bij oplopen. Ook raad ik aan dat als je wat zwaarder gaat, dat je toch een belt gebruikt, zoals ik gebruik in de video. Dan de volgende oefening is wide grip lat pulldown. Zoals u kan zien heb ik de camera heel professioneel geplaatst. Ook hier belangrijk, goed op die squeeze letten, helemaal van onder dat u de rug goed opspant. Dan voor de volgende oefening doen we seated cable rows, 3 sets. Heel belangrijk hierbij is dat je bij het opspannen, dus naar achter gaan, dat je je rug goed opspant en een secondje daar houdt dat je echt het goed voelt trekken in je rug. Hallo daar. Dan de volgende oefening is standing cable pulldown. Waar let je hier vooral bij op is bij naar het omhoog gaan, dat je je lats goed voelt strekken en bij het naar beneden gaan terug even een secondje houden dat je het goed voelt opspannen in je rug. Hallo daar. Dan de laatste oefening voor rug is bent over barbell rows, terug 3 sets. En zoals alle andere oefeningen is het hier ook belangrijk dat je even opspant als je boven bent en een secondje aanhoudt voor de spanning. Dan voor de biceps hebben we 3 oefeningen. We beginnen met de barbell bicep curl. Hier heel belangrijk dat je je bovenarm zoveel mogelijk stilhoudt en je armen volledig strekt in de neerwaartse beweging, zodat je bicep eigenlijk volledig is ontstrekt en bij het naar omhoog gaan volledig is opgespannen. Dan de voorlaatste beweging of oefening, natuurlijk oefening, voor biceps is de dumbbell hammer curl. Hierbij heb ik voor een dropset gekozen. Wat is dat dus eigenlijk? Je pakt eerst een zwaar gewicht waar je zoveel mogelijk reps bij doet. Dan, zoals je dadelijk zal zien, ga ik het gewicht verlagen en doe ik nog enkele reps om die biceps echt volledig uit te putten. Dan als allerlaatste oefening heb ik gekozen voor de bicep curl machine natuurlijk. Het machine, heel gemakkelijk, zelfde beweging, zoals de curls gewoon al zittend. Dit is eigenlijk mijn laatste oefening. Wat is hier ook belangrijk? Dat je je arm volledig strekt bij de neerwaartse beweging en me naar te mogen gaan ook goed opspant voor die goede contractie van de bicep. En dan hebben we hier nog een korte video van Robbe de Boever die zijn record verbreekt op de squat. 180 kilo maar liefst. Heel ongelooflijk. Hallo daar. We zijn terug 2 of 3 dagen verder. Zoals gewoonlijk heb ik terug even de vlogcamera opzij gelegd. Even wat werken. Dus zoals ik net heb gezegd zijn we
twee of drie dagen, drie doen we zo, twee of drie dagen verder. Wat ben ik aan het doen? Ik ben een lekker kipje aan het maken. Wat zit er daar achter mij? En achter mij zit de lekkere rijst in de microgolf. Dus we gaan zo dadelijk eten, heel lekker, heel voedzaam eten. Altijd goed, altijd prettig. Ja, dat was dus eigenlijk, hè, dat was de workout video. Een heel mooie video, al zeg ik het zelf. Ook heb ik nog heel goed nieuws. Heel goed, voor mij toch, voor jullie, wie weet, misschien. Op 7 april vertrek ik naar Finland voor 7 weken. Dat zijn 49 dagen. Wat ga ik daar doen? Het is ook nog een stuk van mijn stage. Ik ga daar lesgeven op een internationale school. Maar wat gebeurt er? Ik neem jullie mee natuurlijk. Jullie gaan met mij mee naar Finland. Oké. Ik neem jullie dus mee naar Finland. Wat ga ik daar doen? Ik ga daar proberen 1 à 2 keer per week een video te maken. Hoe is het leven daar? Hoe gaat daar alles? Leef ik daar? Hoe overleef ik daar? Wat zie ik daar allemaal uit? Overleef ik het? Jullie komen het allemaal te weten vanaf 7 april tot 28 mei. Dus dat is toch iets om in de agenda te schrijven. Heel leuk. Heel prettig. Wat ga ik nu doen? Ga ik daar mijn kipje, heel lekker, bron van proteïne. Ga ik nu maken, ga ik dan opeten samen met mijn rijst. Dan ga ik natuurlijk naar een serietje kijken. Big Bang Theory. En dat was het eigenlijk voor deze vlog. Ja, heel kort, maar toch hopelijk prettig. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Als je het leuk vond, mag je altijd op het duimpje naar omhoog drukken. Naar beneden mag ook, maar ik raad het ten sterkste af. Ik raad het heel erg af. Subscriben mag ook altijd. Dan krijgen jullie een melding als ik een nieuwe video heb upload. En dat was het. Dank u wel voor het kijken en tot binnen 2 weken. Salutjes!